We gaan luisteren naar het Laurens Collegium Rotterdam en het orkest van de 18e eeuw onder leiding van Wieger Mandenmaker. Nou, we zijn hier in de vereniging in Nijmegen, een concertzaal waar we al vaker zijn geweest met het Laurens Collegium. Het Laurens Collegium Rotterdam bestaat eigenlijk al sinds 2002. Dat was toen een heel kleinschalig koor, een paar projecten per jaar. Dat stond toen onder leiding van Barend Schuurman. Toen Wieger Mandenmaker het stokje heeft overgenomen, dat is 2005 geweest. Toen is het koor echt gaan uitbreiden qua aantal projecten, aantal concerten. Dus, en eigenlijk sinds de laatste 5 jaar is het koor echt gewoon heel erg op projectbasis bezig als een professioneel koor en bestormt het concertpodia van Nederland. We gaan vanavond luisteren naar de Schöpfung van Haydn. Dit is de tweede keer met dit koor dat we dat doen. Het stuk De Schöpfung is een van de bekendste stukken van Haydn en is eigenlijk ook een mijlpaal in de muziekgeschiedenis. Het gaat over het ontstaan van de wereld. En het gaat dus eigenlijk over alles. Het gaat over de oceanen, over de aarde, over de dieren. Het gaat over het ontstaan van de mens, over het weer. En dat allemaal, dat probeert Haydn, ja, probeert, dat beeldt Haydn uit in de muziek. En dat is ontzettend spannend om bij te zijn eigenlijk. Waar ik heel erg naar uitkijk, dat is gelijk aan het begin van die Schöpfung. Dan wordt heel erg de chaos uitgebeeld. De chaos in het hele heelal, de aarde. En dan komt het licht. En dat is een heel belangrijk moment in die Schöpfung, gelijk aan het begin. Dat is iets heel bijzonders. En dat is een ongelooflijk ontroerend moment waar ik eigenlijk iedere keer weer kippenvel van krijg. Ik heb het nu al 10.000 keer gehoord. Maar met name als dit orkest het speelt, dan hoor je hoe al die verschillende klanken zich ontvouwen achter elkaar. En dat is altijd een magisch moment. En met een orkest als dit, met die periode-instrumenten, is dat eigenlijk nog extra bijzonder.
das Licht von der Finsternis. Das Firmament und teilte die Wasser, die unter dem Firmament waren, von den Gewässern, die ober dem Firmament waren. Und es ward so. Tobten brausend heftige Stürme. Die Spreu vor dem Winde, so flogen die Wolken. Die Luft durchschnitten feurige Blitze. Schrecklich rollten die Donner umher. Musik
und entstieg auf sein Geheiß, der allerquickende Regen. Der allverheerende Schauer. Flockige Schnee, mit Staunen sieht das Wunderwerk, ihr Himmelsbürger Forscher. Das Wasser unter dem Himmel zusammen an einem Platz, und es erscheine das trockene Land, und es ward so. Und Gott nannte das trockene Land Erde, und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Bewegt sich ungestüm das Meer, rollen die schäumenden Wellen. Bewegt sich ungestüm das Meer. Hügel und Felsen erscheinen, der Berge Gipfel steigt empor. Der Berge Gipfel steigt empor. Die Fläche weit gedient,
durchläuft der breite Strom in mancher Krümme. Die Fläche weit getönt, durchläuft der breite Strom in mancher Krümme. Durchläuft der breite Strom in mancher Het Laurens Collegium Rotterdam is een van de beste professionele koren van Nederland. Het heeft zich ontwikkeld als een koor met een heel transparante klank, met hele energieke uitvoeringen. We zijn van alle markten thuis. We zingen muziek van echt oud, Bach en daarvoor, tot echt modern. Ik zing als professioneel zanger in veel meer koren en gezelschappen. Maar dit is al heel bijzonder omdat heel veel mensen elkaar al heel lang kennen. Op muzikaal gebied en op persoonlijk gebied. En altijd als we met zo'n nieuw project weer beginnen en we zien elkaar op de eerste repetitie, is het altijd een beetje een warm bad. Nou, binnen de kooromgeving van Nederland zijn wij een jong koor. Ook wat bestaan, hoe lang we bestaan, maar ook qua bezetting. En daar komt natuurlijk een soort jonge energie bij kijken. Die sprankelt en die borrelt en zo. En ik denk dat dat ook wel onze selling point is. We werken samen met de BBC Symphony Orchestra binnenkort. We doen programma's met Residentieorkest, Rotterdamse Philharmonisch Orkest. Laatst stonden we in Vredenburg, Utrecht-Vredenburg. De programmeurs raken ook steeds meer op de hoogte van wie we zijn, wat we kunnen. Wat dit koor zo bijzonder maakt, is dat het een heel betrokken koor is. De zangers willen er echt wat moois van maken. En je voelt dat je dat echt samen met de hele groep doet. Und die himmlischen Heerscharen verkündigten den dritten Tag Gott preisend und sprechend. Schick an die Seite, ergreift den Leib. Thank you.
sprach, es sei ein Licht an der Feste des Himmels, um den Tag von der Nacht zu scheiden und Licht auf der Erde zu geben. Und es seien diese für Zeichen und für Zeiten und für Tage und für Jahre. Er machte die Sterne gleichfalls. Ausgedehnten Himmelsraum ziert ohne Zahl der hellen Sterne Gold. Und die Söhne Gottes verkündigten den vierten Tag mit himmlischem Gesang. Seine Macht ausrufend, also keiner zu befremd, keiner zu
dirigent is Wieger Mandenmaker. Dat is de vaste dirigent van het Laurens Collegium Rotterdam. Dat is een dirigent waar we allemaal eigenlijk al een langere historie mee hebben, omdat veel mensen hebben gestudeerd op het Rotterdamse Conservatorium, waar hij ook docent is. Werken met Wieger is altijd heel prettig. Hij is heel positief. Hij is heel precies. Een geweldige dirigent. Nou, omdat hij op een hele vriendelijke manier ons op een heel hoog niveau laat musiceren. Wat wel eens anders is bij dirigenten van zo'n kwaliteit. En dat maakt het een heel prettig koor om in te zingen. We doen veel projecten zoals dit in samenwerking met een orkest. En daarbij is vaak het eindresultaat staat onder leiding van een andere dirigent. En Wieger is degene die als het ware het canvas prepareert en dan mag de andere dirigent gaan schilderen. En daarom is een avond als vanavond eigenlijk ook heel erg leuk, omdat Wieger dan ook kan laten zien wat hij zelf in huis heeft. En wij weten allemaal wat hij zelf in huis heeft en daarom is het heel leuk om zoiets ook met hem te doen. Und Gott sprach, es bringe die Erde hervor, lebende Geschöpfe nach ihrer Art, Vieh und kriechendes Gewürm und Tiere der Erde nach ihren Gattungen. Gleich öffnet sich der Erde Schoß, und sie gebiert auf Gottes Wort Geschöpfe jeder Art, in vollem Wuchs und ohne Zahl. Vor Freude brüllend steht der Löwe da. Hier schießt der gelenkige Tiger empor. Das zackige Haupt erhebt der schnelle Hirsch. Der Mähne springt und fährt voll Mut und Kraft das edle Ross. Auf grünen Matten schon das Rind in Herden abgeteilt. Die Triften deckt, als wie gesät das Wollen reiche, sanfte Schaf, wie Staub verbreitet sich in Schwarm und Wirbel das Heer der Insekten. Thank you.
Thank you.
Gott sei jedes Ding, was er gemacht hatte, und es war sehr gut. Und der himmlische Chor feierte das Ende des sechsten Tages mit lautem Gesang. Bij het grote publiek zijn vooral bekend Beethoven en Mozart, maar Haydn, voor de muziekkenners, die weten dat Haydn een hele grote vernieuwer, belangrijke vernieuwer ook was. En het leuke aan dit stuk, Haydn is heel lang werkzaam geweest als componist, in het begin vooral in dienst van een broodheer, dus dan moest hij eigenlijk ook, ja moest, hij deed heel veel om ook toch in de smaak te vallen daarbij. Daarna was er een periode dat hij meer commercieel werkte en dus eigenlijk ook heel erg zijn best moest doen om in de smaak te vallen bij een breed publiek. En dan aan het eind van zijn leven heeft hij eindelijk geld en hij is beroemd en dan kan hij eindelijk gaan doen wat hij wil. En in die periode is de Schöpfung eigenlijk geschreven en hij, er is ook bekend dat hij tijdens het componeren van de Schöpfung ook heel vaak heeft gezegd dat het zijn bedoeling was dat dat nou een werk was wat echt de tand des tijds zou doorstaan en een werk voor de eeuwigheid zou zijn. Dus dat is eigenlijk heel, vind ik zelf interessant om te weten over dat stuk als je het gaat horen. Oh,
Sterne hellste, wie schön verkündest du den Tag. Wie schmückst du ihn, o Sonne, du des Weltalls Ertönen sollte früh.